Hallo dames en heren en welkom bij de laatste race van dit seizoen hier op Snetterton. Zoals jullie kunnen zien, ja, het regent het hele weekend. De raceformat, gelukkig, is dit weekend een uur practice, zoals gewoonlijk. Een kwalificatiesessie van 20 minuten. Daar moeten we het mee doen. En dan weer een race van een uur lang. Dus op naar de kwalificatie. Nou, en dan zijn we hier dan bij de kwalificatie. Ja, de regen. Dat is echt ongelooflijk. Het is zo lastig om in deze regen te rijden. Tijdens deze kwalificatie de enige valid lapline die ik heb gezet. Je was ook meteen de kwalificatie in tijd. Ja, het is gewoon heel moeilijk om de auto op de baan te krijgen. De setup gewoon, ja, ik heb maar wat gedaan. Het heeft absoluut niet uitgepakt. Ja. Dus na de practice was ik gewoon eigenlijk niet voor mij hoor. Plus dat ik deze baan niet ken en dat betekent de regen rijden is wel een jammer, helaas. Maar ja, dit zijn toch situaties om te doen. Zoals je ook kan zien, het gaat heel langzaam, het gaat heel stil. De lijnen zijn gewoon niet optimaal. Ja, ik probeer deze auto gewoon. Ik voel me heel oncomfortabel. En ja, dat werkt goed. Je rent dan hier echt heel vroeg. Ik kom hier ook zo niet lekker uit. Ik dacht hier dat mijn laptop weer op zat. Gelukkig houdt me binnen de lijn. Maar ja, het doet niet echt geen tijd om naar huis te schrijven. Sowieso, dat is eigenlijk niet over te al ben je enigszins goed in het droge, dan ben je 1,45 rijden. Nou, dan zou je denken dat de volle regen, dat op zijn minst rond 2 minuten, dat is toch wel regendaal of zo. Hier, 2,50. Dat is ook 5 seconden langzamer dan de laatste AI die nog steeds op 90 staat, omdat ik nog geen race heb gewonnen. Oké, nou dan zijn we hier bij de start, de race start. Het is nat, er is gewoon eigenlijk niet heel veel te zien. Heel veel spray. Probeer hier dan nog wel tussen te komen. Lukt het eigenlijk niet echt. Om eigenlijk niet te veel. Hij is wel eens extreem tijd. Ja, ik probeerde dit gewoon rustig aan te pakken, weet je. Maar zelfs dan ging het gewoon niet goed. Ja. Ik heb nog heel veel te leren in dit mod. Ik heb nu ook het vierde highlights gedaan van de hele race. Ja, dat is niet heel bijzonder. Eigenlijk ben ik gewoon heel vaak afgegaan. Helaas. Niet hoe ik het seizoen zou willen eindigen, maar ik ben wel heel vaak. Rondje na rondje met wat gereden. Dus dat vind ik voor mezelf ook best. We zijn nu een beetje aan het kijken naar de AI.
eigenlijk veel interessanter dan hoe ik even in elke proef de baan had. Ja, helaas kan ik dus ook niet checken hoe de AI rijdt. Dat is gewoon niet representatief. Ik kan dat niet als mens kopiëren of zo. Dat en je weet hoe de setup natuurlijk. Deze gaat wel heel diep. Mercedes. Off-road engine car. Dus ik heb vernomen dat die op zich wel goed zijn in de regen. Een beetje hetzelfde geval dat je als een Mercedes. Dat is wel front dat niet. En dan hier ja, yellow flag. Dus al bij lap 5 al. Ja, ik onderstuur gewoon eigenlijk. Ik ga gewoon rechtuit. Dus ja, hier ging ik dan misschien toch wel te snel. Helaas. Hier weer een overtake. Dus een McLaren op de Lexus. Wat is hier? Wat is links? Lap 7. Hij is nog steeds aan het proberen. Oh, zo. Dat was wel heel dichtbij. Maar wij hebben ze elkaar niet geraakt. De Lexus behouden de positie gewoon. Dat is wel bijzonder. Ja, misschien had ik toch de agressors van de stad was wel wat hoger moeten zetten. Volgens mij had ik hem gewoon 95% of 90%. Ik denk dat 100 dan toch beter is. Nou, we zijn hier op lap 11. Weer gele vlag door mij. Ik loop hier nu al 2 laps achter. Kijk hier, ja. Ik glijd er in principe gewoon weer van. Lap 12. Misschien kan je het al raden, maar ik ga die hier ook weer vallen. Kijk, weer. Het wordt weer, weer onderstuur. Ja, met een natte baan is dat heel logisch. Onderstuur. Moet je ook rekening mee houden natuurlijk, maar ja, helaas, weet je. Ik ben nog... of heel slecht in het spel. In de race zit ook. Voor fouten. Nou, dan zijn we hier op lap nummer 27. Met de race finish. En ja, de winnaar is een Ferrari. Ja, wordt ook wel gezegd over Ferrari dat hij in principe wel de snelste is in de regen. Maar ook het lastigst te besturen in de regen. Dus high risk, high reward. Thank you.
Nou jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Ja, helaas is het niet echt van hoog niveau. Helaas, maar ja, die moet je er natuurlijk ook bij hebben. Gewoon, ja, echt zwaar gefaalde races. Hebben het seizoen natuurlijk wel meer gehad. Maar, heb al veel geleerd, veel gedaan. En, ja. Tot het volgende seizoen. Ik heb geen idee wanneer ik ga komen. Ik ga natuurlijk nu checken naar een nieuwe auto. Ik ga daar mijn tijd voor nemen, welke ik ga kiezen. Ondertussen ga ik mijn safety rating ga ik, omhoog klikken om dus die 11 license te krijgen en dan online race. Dit is een leuk video. Like, subscribe als je mij deze journey wil volgen. Ik wil dat vooral checken, anders ook andere content, de livestreams op Twitch, de shorts over de dieren en wat ik kan veranderen. Later.